door de ontlezing staat eigenlijk de democratie op het spel. Dat kan ik eigenlijk gerust wel stellen. Ja. Die schermcultuur die we nu hebben, wat geeft dat voor effect? Een democratie kan alleen maar functioneren met mensen die goed kunnen nadenken. Die goed ingelicht zijn, die goed geïnformeerd zijn over van alles. En die ook kritisch kunnen nadenken. Nou, één ding wat het lezen je dus eigenlijk leert, is dat je ook leert kritisch na te denken. Je ziet je eigen aantekeningen, je weet weer precies waar je het over ging. Ja, ik heb wel vaak... Natuurlijk, er wordt ontzettend veel gelezen, maar dat zijn sms'jes, korte berichtjes, berichtjes die je wegswipt. Maar wat is daar dan mis mee? Nou, dat je voortdurend wordt afgeleid, waardoor je niet door kan blijven denken. Ik zie ook bij mijn broertje die niet leest, dat hij bijvoorbeeld moeilijkheden heeft soms met zijn huiswerk maken. Of dat hij gewoon geen zin heeft om überhaupt iets aan school te doen. Maar het kost hem te veel moeite. En ja, ik denk ook dat als je niet oefent met lezen, dat het dan ook steeds moeilijker wordt om te lezen. Met de taal communiceer je, kan je mensen leren kennen, je omgeving leren kennen, het leven leren kennen. En daarbij gebruik je de taal. Nee, lezen vereist ongelooflijk veel aandacht en concentratie. AFT van der Heijden. Ik hoor veel van vrienden die gewoon niet kunnen lezen omdat ze toch dan liever hun film afkijken of even TikTok scrollen en zo, maar ja, ik weet niet, mijn telefoon staat eigenlijk altijd op stil. Ik vind een boek, als ik eenmaal aan ben begonnen, word ik er niet meer echt door afgeleid. Dan kan ik zo een paar uur weg. Je kan eigenlijk nergens anders aan denken terwijl je leest, zeg maar. Wat bijvoorbeeld anders is dan bijvoorbeeld een film, vind ik. Want dan kan je eigenlijk overal aan denken, omdat je toch wel naar de film gewoon kan kijken en een beetje kan multitasken eigenlijk. En bij lezen kan dat eigenlijk niet. Waardoor je heel erg gefocust bent, heel erg een soort van in jezelf en heel erg eigenlijk iets rustigs doet en wat ook wel heel rustgevend werkt. Dat lezen komt je niet vanzelf aanwaaien, dat denken we wel, hè? Omdat we allemaal kunnen lezen, denken we. Maar heel veel mensen stoppen eigenlijk met lezen als ze zo 12, 13 jaar zijn. En dat is dan heel jammer, want lezen is iets wat je hele leven moet blijven doen om je hersenen te blijven trainen om kritisch na te denken.